dames en heren. Oh, wat een avond, wat een avond. En kijk eens wie er nu hier op de rode bank zit. De beste vrouwelijke illusionist ter wereld. Sita zit hier, dames en heren. Sita. Hi, Sita. Ik voel me zo'n tijger van Siegfried en Roy. Die ziet er fantastisch uit. Ja, dankjewel. Ik heb me vast helemaal klaargemaakt voor jou een beetje. Helemaal goed, Sita. Het mooie is, het staat hier op zijn kaartje staat iets, een notitie van de redactie. Sita wil het over alles hebben, behalve over Hans Klok. Ja. Hoe is het met die blonde hobo? Hoe gaat het met hem? En terecht, ik begrijp dat je niet... Je hebt je eigen leven tegenwoordig nu. Ik heb helemaal mijn eigen leven. Mijn eigen ding, ik heb succes, ik ben wereldkampioen. Dus ik kan het gewoon helemaal zelf. Wereldkampioen? Ja. Wereldkampioen? Ja, wereldkampioen illusionisme en dan ook nog de eerste vrouw. Dus het is dubbelop. Nou, dat is toch heel fantastisch. Dat is indrukwekkend. Vind ik indrukwekkend. En volgende maand komt Sita met haar eigen show, Sita's Angels. The hottest magic show in the world. Helemaal niet voor jou. Helemaal niet voor mij? Wel voor jou. Alleen maar lekkere wijven. Heerlijk. Helemaal toe. Heerlijk, ik echt ga naartoe. Echt helemaal te gek. Nou, het wordt een beetje, je moet een beetje de poesekadols voor je nemen. En dan op zijn magisch, weet je. Leuk, magisch ook met wijze. Bananen, pingpongballen. De hele geile wending. Alles erop en eraan. Alles erop en eraan. Fantastisch. En ik vind het leuk dat je ook gekomen bent. Want ik hou van die magische sfeer. Zeker omdat het vandaag de laatste show is. Ja. Weet je, is het, vind ik altijd zo ontzettend leuk dat het dan spannend is. En ik denk met Doc Segal. Ik ben helemaal in de wolken, zeg maar. Echt waar. Ja, maar dat is nou zo leuk. Want het is jouw laatste uitzending, zeg je. Ja. Dat is te gek dat ik daar overigens nog in zit. Nog net. Aan het einde van het seizoen. Ja. Ook bedankt. Maar ik heb dan wel iets heel leuks voor je. Wat dan? Want ja, ik bedoel, je moet dan op een spectaculaire wijze natuurlijk ook wel... Even afsluiten. Moet ik afsluiten? Nou ja, maar dat ga ik met jou doen. Ik heb iets leuks voor jou meegenomen. Wat ga je doen dan? Ja, ik ga je laten verdwijnen. Ga jij mij laten verdwijnen? Ja, ik ga jou laten verdwijnen, ja. Oh, dat vind ik wel wat. Let's go. Let's go. Ja, ik ben er klaar voor. Ja, oké, let's go. Laat me verdwijnen. Oh. Oké, mag jij even hier staan, schatje? Okay, ja, heel goed, ja. Ja. Nou, blijf even rustig staan, want ik ga eerst even natuurlijk laten zien... dat het allemaal overal leeg is en niets geheimzinnigs... Je weet, ik ben er nog, ...te vinden is. Oké. Okay, let's go. Ik wil wel weg nu, hoor. Ja. Oh, ik wil wel weg. Oh, ik wil wel verdwijnen met jou, schatje.